Wat is nou precies een goede presentatie? Hoe zorg je ervoor dat presenteren leuk is om te doen, interessant is voor jouw publiek en ten derde resultaat oplevert? Mijn naam is Kuno Torint, docent presentatie en storytelling Business Station Willem de Koning Academie. In de komende 10 minuten ga ik jullie helpen aan de hand van dit worksheet om jullie presentaties te verbeteren. Oké, dit is de worksheet Presentation Skills. Dit sheet is ervoor bedoeld om je te helpen bij het opzetten van jouw presentatie. Het is er niet voor bedoeld om je precies te vertellen wat je moet doen. Blijf vooral zoeken naar jouw originele eigen manier van presenteren die het beste bij jou past. Dit sheet bestaat uit 3 onderdelen: basics, de inhoud en de structuur van je verhaal. Bij de basics stel je jezelf 3 vragen voordat je begint. Wat is het onderwerp van mijn presentatie? Wat is het publiek? En wat is het doel? Bij onderwerp zorg je dat je er genoeg van af weet. Hoe meer je er van af weet, hoe meer controle en rust je voelt, hoe meer overzicht je hebt. En daarbij is het belangrijk voor het publiek, want die zien jou dan als een expert. En dat zal jouw geloofwaardigheid ten goede komen en ze zullen veel makkelijker te overtuigen zijn. Bij het publiek bedenk je even goed wie je uiteindelijk tegenover je hebt. Alle keuzes die je binnen de presentatie maakt, toon, de informatie, het gevoel, sluit aan bij dat specifieke publiek. Zij voelen zich aangesproken. Bij het doel gaat het over het korte termijn doel. Niet het lange termijn, dat is misschien wat onduidelijk, maar het korte termijn doel. Wat moet er precies direct na de presentatie gebeuren? Lekker concreet. Dan gaan we naar de content, de inhoud van je verhaal. Wat voor informatie is nou eigenlijk interessant om te vermelden? We zien hier een cirkel met 3 lagen. Dit is de Golden Circle van Simon Sinek. En die laat eigenlijk 3 vragen zien. Wat, hoe en waarom. Deze 3 vragen moeten behandeld worden binnen ieder verhaal. Ook binnen jouw presentatie. Doe je dat niet, dan zullen mensen niet alles begrijpen en zullen ze met vragen blijven zitten die ze je zullen stellen na afloop. Wat is jouw rol binnen de presentatie? Wat is de kernboodschap van jouw presentatie? Hoe zit dat dan eigenlijk allemaal precies? Dan kan je daarop ingaan. En bij waarom? Dan ga je als het ware de diepte in. Waarom vertel je me dit? En waarom is het voor het publiek interessant om naar je te luisteren? 2 manieren om deze vragen te stellen, te beantwoorden. Van buiten naar binnen. Dus je begint met het onderwerp, vervolgens ga je erop in en vertelt de achterliggende gedachten helemaal aan het eind. Maar misschien een iets spannender en modernere manier van storytelling is juist andersom. Je begint bij de diepte en vervolgens ga je erop in en als laatste vertel je wie je bent. Dan gaan we naar de structuur. Structuur is eigenlijk niks anders dan de volgorde van de verschillende onderdelen van je verhaal. Dus de storyline om van begin naar het einde te komen. Er moeten een soort logische links, logische stappen moeten er gemaakt worden, gezet worden om van het begin naar het einde te komen. Het begin, daarvan kan je zeggen, trek direct de aandacht van je publiek. Zorg dat ze zich direct aangesproken voelen en geïnteresseerd zijn om verder te luisteren. Dat kan op allerlei manieren. Dat kan bijvoorbeeld met die why, dus te beginnen met die motivatie, die drives. Maar het kan ook op andere manieren. Ik heb er hier een heleboel voorbeelden gezet. Het kan bijvoorbeeld ook met een anekdote, om een beetje in de stemming te komen, met een vraag, een rhetorische vraag, een statement, feiten. Als die aandacht maar getrokken wordt en mensen verder willen luisteren naar je verhaal. Middelste gedeelte is meestal het langste gedeelte. Daar ga je in op het onderwerp. Je kan voorbeelden geven. Je geeft details. Allemaal hier in het middelste gedeelte. Over het einde. Zorg dat het einde klinkt als een echt einde. Het is toch een belangrijk moment. Mensen zullen het goed onthouden.
echoot vaak nog een beetje na als je al klaar bent. Niet eindigen op een manier die iedereen al kent. Dat was het einde van mijn presentatie. Zijn er nog vragen? Maar zorg dat het ook echt hout snijdt. Klassieke manieren van eindigen zijn natuurlijk conclusies, samenvattingen, een blik op de toekomst, maar misschien ook wel een call to action. Wat wil je dat er na de presentatie gebeurt? Einde is natuurlijk het gedeelte om dat duidelijk te maken. Er zijn twee mogelijke uitkomsten van jouw presentatie. Wil je dat de mensen iets doen of wil je dat de mensen iets onthouden? Als je wil dat ze iets doen, is best lastig, want mensen hebben vaak helemaal geen zin om iets te gaan doen na een presentatie, maar het kan wel. Zeker wil je dat ze dingen onthouden. Wat wil je dan dat ze onthouden? Mensen kunnen niet zo ontzettend veel onthouden. Ik zou zeggen 4 of 5 dingen in een presentatie die mensen goed opslaan. Dus welke dingen zijn dat dan? Al met al geeft dit sheet je meer overzicht bij het inrichten van zo'n presentatie. Zorg er dus wel voor dat je het gebruikt om jouw eigen persoonlijke manier van presenteren te ontdekken. Hoe meer je het je eigen maakt, hoe beter het voor jezelf is en dus ook voor het publiek. Tot zover de uitleg van het worksheet Presentation Skills. Ik wens jullie heel veel succes, heel veel succes, heel veel succes, heel veel succes bij het nog beter maken van jullie presentaties.